Hey mensen, we zijn op een grote vlog op dit kanaal. Gaan we vandaag de G-spel doen. We hebben een papier en een pen die ik niet laat vallen. We gaan naar de badkamer, want hier kunnen we dat niet doen. We zitten in de badkamer. En het gaat heel eng. Zo. Even alle lichtjes aan doen. Zien als de dromer. Ja, zie het gaat dromer. Goed. We schrijven op het papier. Hey. Ben je aanwezig? Voilà. Kijk maar, dames en heren. Hier staat niemand. Super creepy. Dan gaan we even wachten. Oh, I'm 10 mensen. Ik heb de bladjes doorgekomen. Oh my god. Nu schrijf ik, mag ik de deur open doen? Ik heb geschreven, maar ik de deur open doen, dus het wordt heel creepy worden. Oké. En nu even terug wachten. En we zijn inmiddels. Even kijken. 5 minuten later. Ah. Papier is toegekomen terug. Mag ik de deur open doen? Nee. Goed. Kan nu zeggen, mag ik dit op YouTube zetten? YouTube. Mag deze vlog op YouTube zetten, heb ik geschreven. Dat is heel creepy, dames en heren. En nu gaan we weer moeten wachten. Oeh, dit is zwaar. En ja, heel wat moeten wachten. Oké, Greg is terug toegekomen. Oh, ik ben benieuwd wat erop staat. Ik heb geschreven, mag ik deze vlog op YouTube zetten?
Nee, het is een ja op je eigen verantwoordelijkheid voor. Voor wat dan nu weer? Hier is toch niks? Even denken. Wie ben jij? Ik schrijf wie ben jij? Wie ben jij? Ik ben echt heel benieuwd. Oh. Ik kan al naar de deur kijken. Oh, kijk, de brief is terug aan het komen. Ik heb geschreven, wie ben jij? Geest, ik heb je geabonneerd. Oké, die gevraagde. Goed. We gaan nu schrijven. Zullen we vrienden worden? Ik heb geschreven, zullen we vrienden worden? Oké, ik stuur de aan de deur. Spannend. En hier zitten we dan. Nou, weer 5 minuten later en nog geen enkele brief. Ik ben benieuwd wat hij nu gaat terugschrijven, hè. En kijk, de brief is gaan komen. Oeh, dat had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht. Kijk. Een kruis met een soort van die bloedvlekken. Dus hij wordt kwaad. Stop met deze challenge met een boos mannetje. Ik heb ze geen maal. Ja, naar de achterkant. Waarom? Waarom? Ik heb geschreven waarom. De schrijver gaat door de dames en heren. Oh.
Engel, die brief komt nog, toch nog zijn. Waarom schreef ik? Daarom, ik haat het. Waarom haat iedereen de challenge? Kunnen we nog even? Waarom zit je nu niet eens met rood? Dat snap ik niet. Toen niet zei dat bedreigde dat hij met rood moet gaan schrijven, ja? Of wat het dan ook is. Een geest was het zeker. Wat geest. Wie ben ik? Ja, het was een geest. Ik schrijf het lekker nog onder. Dat brief komt toch nog. Nee. Wat heeft hij gedaan? Nee. Dames en heren, we moeten snel naar buiten een nieuw papier te gaan halen. Maar ik ga eens kijken als hier papier ligt. Ik ga eens kijken als hier papier ligt. Dan kunnen we dat papier nemen. Nee. Papier, kom op. Alsjeblieft. Geef me papier. Wat zei ik? Ik heb kleine briefjes gevonden. Nog voor gevonden, de papier ook. Daar is het. Ik heb papier daar beneden. Daar heb ik. Ik heb de oplossing gevonden. Ik heb papier. Jezus. Ik heb papier. Ik ga eerst met de geel bladeren, want ik weet dat niet. Mam, dat duurt ook altijd zo lang. Jezus. Wat blijft die domme brief? Zoals ik heb badjas aangedaan, want het is super koud aan het worden. Ja, want het is op een badkamer. Nu staat de kamer het vuur aan, dus. Goed, maar het is nog steeds die brief kapot. Dus we moeten hierop gaan schrijven. Toch grap even. Goed. Waarom wil je stoppen
Kijk hoe klein dat er nu is. Maar goed, wij gaan die nu onder de deur steken. Goed, de brief is terug aangekomen. Ik wil STP, dat betekent moest je stoppen, bij de supermarkt. Oh shit, ik zei waar wil je stoppen? Ja, ook logisch. Ja. Goed. Wij gaan tegen de bedreigers, of de geest, of wat dan ook, schrijven. Wij gaan afronden voor de vlog. Verlassen. Ik heb geschreven, wij gaan afronden voor de vlog. Doe jij de outro? Voilà. Nou mensen, ik zie jullie niet meer terug. Voor deze minuut nog. Dus ik doe nu de zilver vlog en outro en andere geen. Vonden jullie deze vlog super leuk? Laat dan een duimpje achter. En de geest zal ze biedt ook nog iets zeggen. Misschien maak ik nog meer van deze video's en ja, dan gaan we nu naar die kant van de deur. Of jullie toch tenminste. Ik ben de Matthijs. Ik heb het leuk met jullie.